In deze video leer je rijen en kolommen invoegen in een tabel. Klik in een cel in de rij van vrijdag. Klik op het tabblad hulpmiddelen voor tabellen, indeling, rijen en kolommen, op de knop hierboven invoegen. Typ de gegevens in. Klik in een cel in de laatste kolom. Klik op het tabblad hulpmiddelen voor tabellen. Indeling, rijen en kolommen op de knop links invoegen. Typ de gegevens in. Selecteer de kolom Begeleiding. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen, Indeling, rijen en kolommen op de knop Verwijderen en selecteer de optie Kolommen verwijderen.